Maar het is wel een heftig ziektetje hoor, je moet het niet onderschatten. Nee, jij hebt ook wel een beetje een heftige stem. Heb jij het ook al opgelopen? Of? Zo, nou daar hebben we eindelijk de stand waar jullie zo lang om hebben zitten zeiken. Sensi, wat is de stand? 30.000! Oh, feesten. Nou ja, maar dat betekent nog niet dat we er zijn. We hebben 50.000 leden nodig. Alle reden om lid te worden van Omroep Poont. Eenmalig 5,72. Word lid. Hou Poont in de lucht. Dag. Ja, het is natuurlijk nu niet echt meer veilig hier in de buurt van Groningen. Want er zijn 900 vindicaters teruggekomen van skivakantie. Ja, klopt inderdaad. En als er één manier is om zo'n coronavirus te verspreiden, is dat zeker via Vindicat of een andere vereniging ofzo. Waarom dat dan? Nou ja, ze zoenen allemaal met elkaar, ze neuken allemaal met elkaar. Met andere mensen in de stad. Nou, ik hoor er niet bij, dus ik ben wel veilig. Daarom. Jij bent niet lid? Van Vindicat? Nee. Je ziet de vindicaters wel gewoon op de universiteit? Klopt, dat volgens de richtlijnen van de GGD. Hè? Dus als je milde klachten vertoont, dan moet je thuis blijven. Maar voor de rest volgen we allemaal gewoon dezelfde richtlijn als het elke Nederlander zou moeten volgen. Maar het is wel een heftig ziektetje hoor, je moet het niet onderschatten. Nee, jij hebt ook wel een beetje een heftige stem. Heb jij het ook al opgelopen? Of? Dan krijg je van al die korfballen nu ook nog eens corona. Nou, dat gaan we zien hè. Spannend. Niet. Ja. Hoe was skivakantie? Leuk. Dan krijg je ook nog eens corona van al die korfballen. Ik hoop het niet. Ik probeer het te vermijden, maar het is een beetje moeilijk als je allemaal hoorcollege hebt in dezelfde zaal. En dan zit je naast zo iemand. Mm-hmm. Ze geven chlamydia door, ze geven corona door. Chlamydia? Hoe bedoel je? Dit wordt de nieuwe chlamydia van Groningen? Ja, was wel. Ja. Hoe ziet nou de typische koorgast en koorvrouw eruit, zodat de mensen die bang zijn, ze even een walkje om kunnen lopen? Zo. Zo ziet de... Nee, dat is helemaal niet waar. Dit is het prototype. Koorbal eruit. Ter preventie proberen wij een beetje een beeld te schetsen van hoe mensen van Vindicat eruit zien. Dat ben ik niet hoor. Nee, maar hoe herken je ze? Ik weet niet. Broekie, hempie misschien. Je herkent ze aan hun blond haar of over het algemeen in ieder geval haar dat een beetje zo naar achter gecheld is. Dure kleren vaak, shirtjes. Haar, dure kleren. Ja. Het is heel makkelijk te zien. Ik denk dat jij er vrij veel op lijkt wel. Gladde haren, achterover gekamd. Manteljasje aan. Gucci schoenen of zo. Hoe ziet het vrouwelijk schoner uit van Vindicat? Je vraagt me wat je hoort. Stemmetje. Beetje schor. Slijpvulletje. Dat is ook wel makkelijk. Dr. Martens van zijn leggingje en dan een rokje erboven. Dat is echt hoe iedereen eruit ziet tegenwoordig. Dr. Martens, leggingje. Ja, en een klein rokje eronder. En een klein rokje. Ja. Meestal is het inderdaad Dr. Martens, een koorclip in. Een koorclip? Ja, een clipje hier hoog en het haar een beetje wild. Het koorclip? Ja. De koorclip? Ja, de koorclip. De koorknip, de wijde broek, de wijde pijp. En dan heb je ze al snel. Volgens de statistieken zijn jullie lid. Dat kan niet anders. Dure kleren, de haartjes zo. Nee, dat is helemaal niet waar. Hoe was skivakantie en hoe durven jullie het op de universiteit nog? Dit was toch helemaal niet de afspraak, dames? Nou jongens, ik hoop dat jullie nou precies weten wat het typische koorstereotype is. En wij dus even een boogje omheen moeten nemen als je ze tegenkomt in de stad. Want goed, dat blijft een risicofactortje.